We gaan in Nederland alleen maar meer elektriciteit gebruiken. Bovendien willen, nee, moeten we overstappen op duurzame energie. Water, wind en zeker ook de zon gaan ons hierbij helpen. Maar zonne-energie opwekken kost ruimte. En in 2050 hebben we er 50 keer meer van nodig. Dat betekent zo'n 1000 vierkante kilometer aan zonnepanelen. Bij elkaar een IJsselmeer vol. Dat lukt alleen als we onze omgeving creatief bekijken en efficiënter benutten. Uitdagingen waar TNO graag haar technologische tanden inzet. De zon schijnt overal. Op gebouwen, op het land, op het water. Maar ook onze infrastructuur kunnen we slim gebruiken. Door functies te combineren, bijvoorbeeld geluid weren en stroom genereren. Precies dat doen we met het demonstratieproject Solar Highways. Zonnepanelen als geluidwering. Het grootste ter wereld, 400 meter lang, 5 meter hoog en aan twee kanten gevoelig voor zonlicht. Goed voor de stroombehoeften van zo'n 50 huishoudens. Zonnecellen op geluidswallen zijn niet nieuw, maar hun volledige integratie wel. De zonnepanelen zijn dus de geluidswering. Voordelen: goedkoper te produceren en op allerlei plaatsen bruikbaar. En dat in Nederland. Zo dragen we met onze kennis en technologie bij aan concrete oplossingen voor complexe duurzaamheidsvraagstukken. Niet alleen, maar door samen te werken met overheden, bedrijven, onderzoekers. De energietransitie is pas begonnen. Maar met projecten als Solar Highways zijn we goed op weg en zien we de toekomst zonnig in.